stickertjes, man. Stickers in het lager onderwijs. En zo loopt dat deur in het middelbaar positief stimuleren. Tot in het hoger onderwijs. Maar nu een keer vragen aan iemand die in het hoger onderwijs zit, in het hoeveelste jaar zit je? Maar ze weten ze dat niet, hè? Ze gaan naar school, ze pakken ze in de boekentas totdat hun moeder zegt: ja, maar vind je, het zit een diploma in de bussen. Ah ja, moest ze dat gedaan, hè? Ja, dat is klaar. Hè? En uit een deur vraagt: in het hoeveelste jaar zit je? Ja, ja, in het tweede. Ja, oh, ja, oh, ja. Pak ook nog twee van mee in het eerste. Ja. Het is ook al mijn tweede richting, dus ik kan eigenlijk al een vrijstelling voor het volgende semester. Ja. En als ze dat zo goedkeuren, hou ik soms al een vak meepakken van het derde. Verstaat het? Nee, ik verstaat het niet, vind ik. Verstaat het echt niet. Moet je je voorstellen dat dat in het leger mag. Hè? Een hiërarchische militaire structuur, lekker in het leger, maar het is wel toegestaan voor vakken mee te pakken. Dat je een jaar geleden aan het patrouilleren werd in Limburg op zoek achter Jurgen Konings. Hier, jonge maat, aan het patrouilleren, 2 weken aan een stek. En op een gegeven moment gezien hem. Hij zei: Jurgen Konings zit, of gepijzerd. Hij steekt je weg, hij zei: je zit al verzeerd. En hij draaide van achter die boom en hij skiet naar jou. Hij zei: godverdomme, nu is het neus niet, vent. We lopen al 2 weken rond, hij is aan het skiet, we pakken hem. Hij laat je geweren, hij draaide van achter die boom, hij begint te skiet en die kerel nevens je bougeert niet. En hij draaide weer, hij zei: godverdomme, gaat zin, hè? En hij zegt: ja, maar dat aan je aan. Voor skiet zit ik nog in het tweede.